En leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Nou, het is zondag. Gisteren ben ik met mijn moeder naar de Efteling geweest. Dan zou je denken, hey, die vlog heb ik nog niet gezien. Dat klopt, die komt morgen. Ik heb even twee vloggen even omgedraaid. En die vlog die kunnen jullie morgen bekijken. Ik ben gisteren met mijn moeder naar de Efteling geweest. Het was heel gezellig. Ik heb nog een beetje kleine oogjes. Ik ben nog moe van gisteren. Het was weer een vermoeiende, maar leuke avond in de Efteling. En ik heb het weer prima naar mijn zin gehad op het Negenpleinenfestijn. Hoe is de week geweest? De week is momenteel geweest dat ik dacht dat dinsdag de herrie voorbij zou zijn. Maar ze zijn er nog steeds. Ze hebben er nog een weekje aangeplakt. Dus twee weken zit ik nu al in de herrie. Dankzij Woonbron, die dus geen ene donder uitvoert. Maar dat heb ik al een keer gezegd. In ieder geval hoop ik dat ze dinsdag oprotten. Maar ja, de vakantie duurt nog twee weken. Dus het kan nog zo zijn dat ik twee weken in de herrie zit. Voor de rest gewerkt. De hele week. Ik ga vanmiddag ga ik nog even naar een leuke locatie om te filmen. Die vlog die kunnen jullie dan weer dinsdag zien. En ik heb er in ieder geval heel veel zin in om nog eventjes even de deur uit te gaan. Het is niet zo ver weg gelukkig. Dus wat dat betreft is er wel te doen. Voor de rest doe ik vandaag niet veel. Ik ga vandaag echt even lekker rustig aan doen. Op mijn gemakkie. Nou, van de week heb Feyenoord zijn eerste wedstrijd gespeeld. Dat was een drama. Gewoon 4-0 verloren tegen een ploeg uit de Oekraïne. Echt verschrikkelijk slecht. Jeetje, wat een baggerelftal is dat. Ja, jullie weten het. Ik ben niet zo fan van Giovanni van Bronckhorst. Ik vind het nogal een prutsertje. En dat bleek ook wel weer van de week. Want hij greep pas in de 90ste minuut greep hij pas in. En toen stond het al 4-0. Ja, dan kan je ingrijpen wat je wil. Maar in de 90ste minuut 4-0 achter staan, dan kan je niks meer. Dus het was een afgang, totale afgang. Aanstaande zondag moesten ze tegen de Graafschap uit. De eerste competitiewedstrijd, ik hou mijn hart vast. En volgende week de eerste thuiswedstrijd. Dus dan ga ik er wel weer naartoe. Ik weet niet of dat ik alleen er naartoe moet of dat er nog iemand meegaat. Ik denk het niet. Ik denk dat ik alleen weer moet. Gisteren dus ook naar de Efteling alleen geweest. Ja, niet iedereen op altijd tijd. Dus ik ben gewoon alleen gegaan. Ik blijf niet voor een ander thuis. Als ik zin heb om naar de Efteling te gaan, ga ik gewoon naar de Efteling. Desnoods alleen. Nou had mijn moeder toevallig net het verhaal van, als ik weer de hele dag ben, ik heb wel zin om mee te gaan. Dus we hebben gelijk even de twee kaartjes afgenomen. Als je abonnementhouder bent, krijg je twee kaartjes. Die moet je wel tegelijkertijd afnemen. En die zijn geldig tot 31 december. Maar dan kan je zeg maar twee keer naar de Efteling voor de prijs van één. Dus dat is wel leuk. We hebben gisteren ook niet veel attracties gedaan. Jullie zullen het wel zien in de vlog morgen. Want we waren er best wel laat, waren we er. En het was echt weer fucking druk. Het was echt niet normaal. Maar ik ga niet te veel verklappen. Dan moeten jullie morgen allemaal even de vlog kijken van de Efteling. Dat wordt vlog nummer 7 volgens mij al. De Efteling vlog nummer 7. Dus het gaat hard. Ik ben nou al 7 keer geweest. Dus het gaat wel aardig. Ik ben al aardig. Ik heb mijn abonnement er inmiddels al dik uit. Dus en voorlopig is het nog steeds vakantieperiode. Ja, niet voor mij. Ik ga pas volgende maand op vakantie. En dan ga ik lekker een weekje weg. Maar waar ik dan naartoe ga, dat ga ik ook nog niet vertellen. Dat gaan jullie ook nog wel zien. En ik ga het waarschijnlijk die week. Ga ik niet livestreamen. ik ga wel twitteren, maar niet in ieder geval de locatie opgeven. Want ik wil eigenlijk helemaal. Ik wil het eigenlijk een week later. Wil ik het pas op YouTube plaatsen. waar ik geweest ben. En
Ja, ik wil het gewoon een verrassing houden voor jullie. Dat jullie kunnen zien waar ik naartoe geweest ben. Sommigen weten het al. Degene die het weten, mondje dicht. Maar ja, voor de YouTube-kijkers, het wordt in ieder geval wel een leuke vakantie. Dat weet ik nu al. Het is altijd een leuke plek om naartoe te gaan. En ik zal daar een week wezen. Dus een week lang leuke vlogs maken voor het kanaal. En ik zal denk ik dan een week van tevoren weer gaan vloggen en zo. Dus dan kunnen jullie de vlogs die ik de week tevoren heb opgenomen, die kunnen jullie in mijn vakantie zien. En de vlogs, ja, de vlogs die ik maak, die zullen jullie dan een week later zien als ik weer terug ben van vakantie. Dan kunnen jullie al mijn vlogs gaan bekijken. Nou, in ieder geval, dit was even de vlog voor vandaag. Ik heb verder niet zo echt veel, heel veel meer te melden. Ja, het is nog steeds elke dag is prijs boven. Ik sla met een stok op het plafond maar, want het is gewoon onhoudbaar af en toe, de herrie. Maar ja, sommige mensen trekken zich eigenlijk nergens wat vandaan. En ja, op de andere mensen, jullie weten wel wie, kan je ook geen rekening of kan je ook geen hulp opdoen. Want die doen domgeweg gewoon helemaal niks. En ontkennen gewoon van, nou, wacht, ik heb nergens last van. Nou ja, oké. Volgende keer als hun in de zorgen zitten, dan merken ze het vanzelf wel. Nou, in ieder geval jongens, dit was de vlog van vandaag. Ik zou zeggen jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrex. 370 abonnees of zo sta ik nou momenteel al. Er zijn er weer 2 of 3 bijgekomen, dus het gaat de goede kant op. In ieder geval, vonden jullie deze vlog leuk? Dus doe dat duimpje de lucht in. En druk even op het belletje notificatie en doe dan even aanvinken. Want dan worden jullie altijd op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of een livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, thanks for watching. En ik zie jullie allemaal weer bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, hier op mijn kanaal. Jongens, allemaal de groetjes van deze kant. En ik zie jullie later. Bye.